zijn een bedrijf met verschillende takken. We hebben een afdeling sloopwerkzaamheden, koppensnellen, bodemsanering en asbestsanering. Ja, wij werken landelijk met een hele mooie club mensen. Ik kwam terecht bij Vlasman door mijn derde schooljaar eigenlijk. Ik had mijn school een open dag geregeld bij Vlasman zelf. En toen zijn we er eens kijken met een paar mensen. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk wel een leuk bedrijf. Mijn taken hier zijn eigenlijk in dit pand de wanden leegslopen. Alles eigenlijk netjes en het pand moet nog heel blijven. Dan doe ik de wanden leegslopen, het overige ijzer zagen. We hebben natuurlijk ook te maken met een arbeidskrapte. En ook een deels vergrijzing binnen het bedrijf. We zoeken gewoon nieuwe, jonge leerlingen die bij ons graag willen leren om ons vak te leren. Het is een prachtig vak. En het zou zonde zijn als er geen mensen meer geïnteresseerd in zouden zijn. Ja, de bedrijfsvergadering geeft mij extra motivatie omdat ik dan eigenlijk meedingen kan doen wat ik graag zou willen. Ook werkgericht, maar ook privégericht. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ga hier al een keertje werken. Of intern in het bedrijf kan ik zeggen, ik zou een keer een groter werk willen of uitdagender werk. Ja, we zijn natuurlijk constant bezig met ons personeel intern op te leiden. De praktijkverklaring kan je altijd naast je werk doen, zogezegd. En ook al na afronding van je opleiding. Ja, als wij collega's hebben die graag daarin door willen leren, of is het als uitvoerder, projectleider of als kraammachinist of als handsloper of een bobcatmachinist, kunnen wij dat altijd aanbieden. En dat kan ook door middel van de praktijkverklaring.